had u ook niet gedacht, hè, dat ik ook nog even binnen zou komen, hè? Ja. Nou, u moet allemaal de groetjes hebben van Ria. En de rest van de regering, maar vooral van Ria. Ach, ik ken Ria al zo lang. Ik ken Ria nog uit de tijd dat ze nog typiste was, hè? Ria was typiste. Ja. Geen goeie, hoor. Nee. Ze deed soms wel een hele dag over één brief typen. Ja, dan kwam iedere keer als het belletje van de schrijfmachine ging, dacht zij dat het koffiepauze was, weet je wel. Maar goed, ik ben blij dat ik hier even ben, want dan gaan we hoor in die Tweede Kamer, dan krijg je ook een kunstkop van op de deur. Zit de hele dag te bezuinigen. Er komen steeds geld tekort, hè. We hebben een gat in de begroting. Ik heb tegen alle jongens in de kamer gezegd, ik zei, jongens, jullie moeten je allemaal op gaan geven voor die televisiespelletjes van tegenwoordig, hè. Want daar kun je goud mee verdienen, hè. Nou, dat vonden ze zo'n plan. Wim Kok ook. Wim Kok. Het is een aardige man, hoor, maar hij maakt vaak domme fouten. Ik kan die zelf niks aan doen, hoor. Komt door zijn opleiding, hè. Je hebt die niet gehad, hè? Nee, voordat hij in de kamer kwam, was die controleur op een bananenfabriek. En daar hebben ze hem na een week al ontslagen. Hij gooide alle krommen weg. Maar goed, hij doet wel mee met die spelletjes. Hij heeft zich opgegeven voor doet hij het of doet hij het niet. Dus hij zal het wel niet doen. Dan hebben we nog Hans Alder van Meleu, weet je wel, Hans Alders van Meleu. Die met de professor Zonnebloemhoofd, zal maar zeggen, hè. Die heeft zich opgegeven voor de eerste de beste van de Tros. Ja, hij kent namelijk wel 2000 telefoonnummers uit zijn bloedhoofd. Ja, ik weet niet welke namen erbij horen, maar het is toch knap, hè. Nou, Mai doet niet mee, maar dat hoeft ook niet, hè. Mai, die brengt al genoeg op, hè. Het openbaar vervoer, dat loopt als een trein, hè. De bussen zitten afgelaaien. Ik had vanmorgen zelf nog een bus. Die was zo vol, zelfs de chauffeur moest staan. Ik denk, nou, dat gaat goed, hè. En dan hebben we nog die Deetman, die voorzitter bij ons uit de kamer, met die hamer, weet je wel. Die heb je opgegeven voor puzzelfavoriet van de NCRV. Ik ken goed puzzelen, hoor, die Deetman. Ja. Geen moeilijke puzzels, hoor. Een beetje van, het is geel en het zit in een kootje. Maar daar is hij toch de hele middag mee bezig, hoor. Pas tegen de avond hebt hij hem, hè. En dan vult hij hem ook in, hè. Blokkie kaas. Is natuurlijk niet goed, maar ja, dat vertellen wij hem niet, hè. Hij doet wel meer gekke dingen. Ik zag al vanmorgen nog bij de uitgang van Vroom en Dreesman was hij al 3 kwartier bezig om de draaideur dicht te gooien. Nou, ik kom zelf net terug uit Amerika. Ik was even met Van der Broek in Amerika. Lachen, joh. Ach, met die Van der Broek kun je zo lachen. Op de terugweg, ook in het vliegtuig, deed hij ook weer zo gek, hè. We waren net opgestegen van Amerika, steekt hij ineens zijn hand uit het raampje van het vliegtuig. Hij zegt, Ruud, ik zeg, ja. Hij zegt, we zitten boven New York, hoor. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ik voel het toppie van het vrijheidsbeeld. Even later steekt hij weer zijn hand uit het raampje. Hij zegt, Ruud, ik zeg, ja. Hij zegt, we zitten boven Parijs, hoor. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ik voel het toppie van de Eiffeltoren. Even later steek ik mijn hand uit het raampje. Ik zeg, Van der Broek. Hij zegt, ja. Ik zeg, we zitten boven Amsterdam, hoor. Hij zegt, hoe weet je dat? Ik zeg, ze hebben mijn horloge gejaagd. Ja. Zit ik s'avonds niks vermoedend voor de buis? Voor de buis. Vrije avond niks te doen, dus lekker thuis. Lekker thuis. En niemand kon me rust verknoeien toen ik plotseling hoorde loeien. Staat er 35 koeien rond mijn huis. En zo'n kudde hou je echt niet in bedwang. In bedwang. Al ben ik van huis uit helemaal niet bang. Niet bang. Maar in plaats van
maar kunnen loeien. Heb ik liever nog dat paard weer in de gang. Er staan 35 koeien. Hoor, die krijgen loeien. En mijn gras vergnoeien. Heel mijn tuin ligt volledig in puin. Gebeuren waar of niet, dat je plotseling in je tuin zo'n kudde ziet. Waar eerst nog madeliefjes bloeien, staan nu 35 koeien, zeg maar dag tegen je krokus en Margriet. Ik hou van dieren, dat is algemeen bekend. Maar dat vergeet je heus op slag op dat moment. Ze hebben alles opgevreten en de boel ondergescheten, maar die boer zei ach, daar raak je aan gewend. 35 koeien, hoor, die krengen loeien. En mijn gras verknoeien, heel mijn tuin ligt volledig in puin. Bent er even liggen. Dit hebben ze nog nooit gezien. Nee, dit zijn even de dieren. Ja, dat bedoel ik. Ongelooflijk, ongelooflijk. Dank u wel, winterschilder. Oh. Zeg, ja. Decor hebben we nu de situatie. Ja. Speel jij even een klant. Oké, speel ik een gemiddelde klant. Gemiddelde, zoals ze normaal ook binnenkomt als in een dier. Als maar herkenbaar is. Ja, natuurlijk, herkenbaar, gemiddelde klant. Ik ben bijna klaar. Ben ik nog herkenbaar? Ja, nu nog wel. Wacht, ik doe er nog een brilletje ook bij op. Ik maak type 42. Zou kunnen. Goedemorgen. Ja, dat vind ik aardig. Oké, okay. Ik ben er klaar voor. Maar nu iets belangrijkers. Natuurlijk, hè. Wacht even. Wie ben ik? Hulpje? Baas van de zaak. Baas van de zaak? Oh, loop het niet goed. En niet dolle. Doe het nou serieus voor het eerst van je leven, jongen. We gaan het opbouwen vanaf het begin. Ja, oké. Hallo, dag. Mag ik een paar hondenbrokken? Fout! Wat is er fout? We zijn nog niet open. We zijn nog niet open? Nee. Hoe ben ik dan binnengekomen? Ja, achterom, denk ik. Ik kom nog een keer opnieuw binnen. Ja, nog even. Een klant komt van buiten, weet je. Natuurlijk, een klant komt van buiten. Ik ga weer een keer binnen. Kom nou, oké. Wat is er nou? Koud buiten. Echt? Ga nou maar. Wat onzin allemaal. Hallo. Kom nou binnen! Nou, ik sta even na te denken. Ik heb eigenlijk niks nodig. Hondenbrokken, weet je wel. Voor wie? Voor je hond. Nee, maar dat is juist een probleem. Ik heb helemaal geen hond. Wel, nee, ik heb dan nooit een hond gehad. Jawel, ik denk, waar ben ik nou mee bezig? Zuring, speel ik heb dat dan mee? Sinds wanneer heb ik dan een hond? Weet je, heb je al jaren. Eerlijk, ja. Dan mag ik wel gauw naar huis gaan om mijn wijn. Nee, je blijft hier. Kom dan hier, man. Verknoei de boel toch? Ik heb een oplossing. Ik doe gewoon net alsof ik een hond heb. En jij trapt erin. Tuurlijk. Weet jij veel. Oké, nog even. Wat voor soort hond zal ik nemen? Grote hond, kleine hond, dikke hond, drinkt die veel, verhaart die veel? Nou, wacht maar even. Hij verhaart niet. Oh, dan ben jij het waarschijnlijk. Nou, nee, helemaal. Ergens vandaag komen. Oké, help ik je. Goed? Ja, goed. Jij hebt een middelmatige hond. Kijk, dat is informatie, daar kan ik mee werken. Ja. Middelmatige hond. Middelmatige Oké, nog even vanaf het begin. Natuurlijk, van een middelmatige hond. Onthoud het goed, heel simpel. Ik heb een middelmatige hond. Oké. Middelmatige hond, ik heb een middelmatige hond. Goedemiddag. Ik heb een hond. Heeft u een hond? Ja. Wat heeft u voor een hond? Ik heb een middelmatig hond. Het is niet waar. Heeft u een middelmatig? Ja, ik heb een middelmatig. Hoe komt u eraan? Nou, hij komt uit een middelmatig nest ook. Haat u er weer. Goedemorgen. Ik heb een hond. Nou, wat kan mij dat regelen? Goedemorgen.
Goedenavond, goedenavond. Ik heb een middelmatig hond, wat leuk. Kan u morgen terugkomen? We gaan net sluiten. Maar natuurlijk, middelmatig, middelmatig hond. Ah. Goedemiddag! Goedemiddag. Komt u verder? En waar mag ik u mee van dienst zijn? Ik heb een maatmiddel. Nee! Nee! Ik mag mij misschien even aan u voorstellen, dames en heren. Mijn naam is Pavarotti. Ze broer. Maar ik kan zelf ook aardig zingen. Ik heb ook een klassieke zangopleiding achter de rug. Ik heb mijn eerste zangles die ik kreeg bij een oude sopraan bij haar thuis. Ik moest plat op de grond gaan liggen met mijn gezicht in het vloerkleed. 100 keer diep ademhalen. Na 10 keer ik kon niet meer. Ik zeg tegen de mens, wat heeft dat eigenlijk met zangles te maken? Zegt ze, helemaal niks, maar mijn stofzuiger is al een paar dagen stuk. U denkt natuurlijk, dames en heren, dat wij jongens van de klassieke hoek, dat wij het sleutel van opera houden, maar niets is minder waar. Ook de moderne popmuziek kunnen wij waarderen. Een liedje, dames en heren. Het gaat een beetje over mezelf, over mijn carrière, hoe ik begonnen ben. Ah, hemelsverdag. Hoe ik begonnen ben. Hoe vind je die kruk trouwens? Moet je ook niet te lang op blijven zitten, hè? Kun je zo de frituur in. Als kleine jongen vroeg ik niet, mama, vertel eens. Hoe kom ik hier, waar kom ik eigenlijk vandaan? Kon mij niet schelen hoe ik ter wereld was gekomen. En nog veel minder hoe ze dat hadden gedaan. Ik zat het liefst op mijn kamer in mijn uppie. We hadden thuis een hele grote radio. Waarop ik luisterde naar ieder omroepclubpie. Als het te lachen was, zat ik er sowieso. Op de verjaardag van mijn tante of een bruiloft. Dan trad ik op als grappenmaker in de dop. Vertelde wat ik had onthouden van Tom Anders. Al snapte ik zelf vaak de clou niet van een mop. Ik wou niet zus, ik wou niet zo, ik wou niet leren. Ik wou alleen maar horen lachen om me heen. Dus dacht ik, weet je wat ik ga het eens proberen. Er werd talent gezocht, dus ik meteen erheen. In een lokaaltje zat een man achter een tafel. Ik zei, hallo meneer, zoekt u soms een komiek? Hij zei, jawel, ik ben benieuwd, laat maar eens horen. En ik begon zonder een centje zelfkritiek. Op de verjaardag van mijn tante ging het beter. Dan lag de hele kamer zeg maar in een deuk. Maar bij die man achter zijn tafel ging het anders. Die riep na 5 minuten al, het is niet leuk.
Ik ging teleurgesteld naar huis, daar zat mijn moeder. Die hoefde niet te vragen hoe het was gegaan. Er biggelden twee dikke tranen op mijn wangen. Ik snapte niet wat ik er fout aan had gedaan. Maar ik werd ouder, ja wel ouder, maar niet wijzer. Ik wilde wat er ook gebeurde op toneel. En op een dag, ik kon het zelf haast niet geloven. Kreeg ik succes, al was het niet meteen zoveel. Maar ik zette door en het begon zo waar te lukken. Ik werd bekend met gekke bekken en een band. En voordat ik het in de gaten had, wat denk je, was ik bekend van Delfzijl tot Loon op Zand. Toen de revue begon, was het niet meer te houden. De mensen stonden voor een kaartje in de rij. En ik maakte platen en de meeste werden gouden. Ze hangen bij me thuis, er kan er geen een meer bij. Nou ja, de rest, u heeft het zelf kunnen volgen. Ik speel nu meer dan 25 jaar revue. Ik heb mijn moeder nooit gevraagd waar ik vandaan kwam. Maar waar ik naartoe wou, wist ik wel. Ik wou naar u. Dames en heren, in onze serie beroemde personen uit legendes en sagen... Hallo. Mag ik? Kom eens even hier. Wat is? Wat is nou voor gereedschap hier? Ik zag een beeld waar jij het over had. Ja, ja. Nou, ik kom toch op. Jij zegt zagen, dus ik pak gelijk de zagen. En ik denk, ik had ook twee schroevendraaiers kunnen pakken. Maar omdat je zei zagen, kom ik op met de zagen. Hoe vond je het trouwens tussen twee haakjes? Niet goed, want je moet goed luisteren. Ik zei dat niet. Je zei zuiverzaam. Nee. Dat hoor je zelf waarschijnlijk niet meer. Je zei echt zagen, hoor. Je, absoluut zei je zagen. Ik zei zagen. Zagen. Zagen? Ja. Dus spreek je nu goed uit, hoor. Jij spreekt er nou net uit als Rob de Nijtje. Zeg ook zagen, dus niet goed, hoor. Het is zagen met een zet, hoor. Zagen met een zet. Oh, ik heb een beetje last van hoofdpijn. Hebben we nou een sprintje? Maar natuurlijk, jongen. Neem er twee. Is het over? Ja, mama, het is weg. Begrijp je? Als voorbeeld. Ja? Oh. Nou, ja. Maar jij bedoelt het werkwoord zagen met een zet. Van mij die scherpe is. Zagen, dat zijn oude vertellingen. Dat zijn mythen. Er wonen twee mythen in mijn oude jas. Dames en heren, in onze serie beroemde personen uit legendes en zagen... Vertel. Excuses, dames en heren. Geaccepteerd. Robin Hood leefde in het middeleeuwen in Engeland. En in die tijd tyranniseerde een groepje rijke edellieden de bevolking. En perste ze uit. Ha! Robin... Snel, nou. Dat is raar, die hadden nog niet aangezogen. Honden kwamen ze al, hè? Nee, kwaliteit, hoor. Die kopers hebben hier 100% sap. Hier, hoor, even klots. Ja, klots. Ja. 100% sap, hoor. Maar heb je een schaal dat ik ze leuk neer kan leggen voor je? Heb je een schaal? Je hoeft ze niet leuk neer te leggen. Wat moet ik met sinaasappels? Je zei, persten ze uit. Maar geen sinaasappels. Wat dan? De bevolking. Ja, staan we niet na te doen. Dan moet je een flinke pers hebben. Ja. Niet nodig? Niet nodig. Ook niet eentje voor in de bus, eigenlijk een pijl in de bus. Laat maar even werken. Excuses, dames en heren. Geaccepteerd. Robin Hood, een sympathieke jongeling, sterk en rechtvaardig, besloot toen de rijken hun rijkdom af te nemen en dit te verdelen onder de armen. Ja! Daar zijn ze alweer! Is het snel? Of is het niet snel? Snel. Het is snel, hè? Snel. Zo snel is die Bamberger nooit geweest, hè? Nou, even. Hogeveen! Hogeveen!
Wie ben ik? Oké. Geen paniek, ik heb het onder controle weer. Oh, fijn. Je kan er veel mee doen. Is dat zo? Je kan er heel veel mee doen. Dat zal best. Heel veel. Dat zal best. Heel veel kan je er mee doen. Vind ik een van de leukste. Is het ook. Maar je moet luisteren. Dat zeg je? Kijk. Ik zeg, ja. Armen. Hier zijn de armen, het zijn alleen twee linkerarmen. Is dat, ja. Komt er, ze zijn van een draaiorgelman, die had morgen zat. Nou, die andere is van zijn vrouw, die stond koffie te maken, die was rechts. Die gooit hem morgen in de bus bij jou thuis. Fijn. Oké. Okay. Mensen. Mensen. Armen mensen. Armen mensen. Armen mensen. Wat arme mensen. Dat zijn mensen zonder geld. Oh, het ja. Hele orkest, even op de bühne komen, even snel. Niet nodig? Niet nodig. Niet nodig. Ook niet om even lekker... Nee. Ons verhaal begint in het bos van Sherwood. Daar ontmoeten wij zo'n geniepige, stinkend rijke edelman. Die bulkt van het geld. Bulk, bulk, bulk. Bulk, bulk, bulk. Bulk, bulk, bulk. Bulk. Oké. In het groot... In... Hoor hoe de sneeuwbel tingeling, ting, ting, ting. Het is precies zo fijn, het is de best van de rente van zin. Met aan je handen dikke rollen, want er voel je geen kou. Zo met een tweetje samen in je beetje gezellig, let's go. Zet hem op, zet hem op, zet hem op. Oeh. Nieuwe remblokjes moeten er. Ja, dat hoor ik ook. Ik ga verder. Ja. Zal ik ook opnieuw opkomen? Is dat beter voor het verhaal even? Als je het serieus doet, anders hoeft het ja, niet. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Tussen haakjes, de telefonist vroeg net of je de telefoonboek nog lang nodig hebt. Ja, hou dat toch op. Ik vraag. Ik vraag maar. Trouwens, ik heb net in de kleedkamer heb ik een doppie op je tubecuquident gedaan. Nee. Anders was het helemaal uitgedroogd. Ja, ga nou maar. Ga nou maar. Excuses, dames en heren. Alsjeblieft. Daar ontmoeten wij zo'n geniepige, stinkend rijke edelman. Die bulkt van het geld. Vedeldie, vedeldie, buiten in bos en hij al. Edelman bruiloft. Al wat huppel. Hey, Krim. Bol. Nee, laat maar liggen. Ik heb het niet meer nodig. We zouden het serieus doen. Nou, maak alleen maar flauwekul. Nee, ik doe niet meer mee. Doe het zelf. Ga naar de bar.